Spreek namens de Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dierenmishandeling en dierenverwaarlozing komt helaas nog veel te vaak voor. Dat lezen we in de krant, dat zien we op tv, zien we op het internet. In april werden we opgeschrikt door een bericht over een stal waarin 400 varkens dood waren gevonden. Want de varkenshouder had de dieren zonder voer en water aan hun lot overgelaten. Pas 10 maanden later werden de dieren ontdekt. Dat was dierenverwaarlozing. Opzettelijke mishandeling, vaak zeer sadistisch, komt helaas ook voor. Een gruwelijk voorbeeld is de man die dieren via Marktplaats kocht, ze op een gruwelijke manier afmaakte, dit fotografeerde en de foto's naar de voormalige eigenaar stuurde. Voorzitter, dit soort sadisten moeten gestraft worden. Uit een enquête van de Universiteit Utrecht blijkt dat dierenartsen het lastig vinden om dierenmishandeling te herkennen. En als ze het al herkennen, weten ze vaak niet hoe en waar ze hun vermoedens over dierenmishandeling kunnen melden, ondanks de bestaande meldcode. Graag een reactie van de minister over hoe dierenartsen hierin geholpen kunnen worden. In 2014 moest de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ruim 1800 keer ingrijpen. 700 honden, 570 katten en 370 knaagdieren werden bij hun eigenaar weggehaald. In 5 jaar tijd zijn er meer dan 2000 dierenmishandelingszaken en dierenverwaarlozingszaken voor de rechter gebracht. Uiteindelijk heeft dat maar in een schamele 67 gevallen geleid tot een voorwaardelijk houtverbod. Dat is ongeveer 3%. En het huidige houtverbod is ook nog eens voorwaardelijk. Het is gekoppeld aan een boete of een gevangenisstraf. Maar als de dierenbeul zijn boete heeft betaald, mag je meteen weer dieren houden. Dat werkt dus niet. Een houtverbod als zelfstandig maatregel werkt beter dan een houtverbod dat je af kunt kopen. Dat heeft onderzoek aangetoond. Niet voor niets pleit de Partij voor de Dieren al sinds 2008 voor zijn zelfstandig houtverbod, eventueel naast een andere straf, maar dus niet als voorwaardelijke maatregel. Complimenten aan de minister dat hij de conclusie van de onderzoekers overneemt en het houtverbod als zelfstandige maatregel wettelijk gaat verankeren. Kan de minister aangeven wanneer hij het wetsvoorstel naar de Kamer gaat sturen? Wat de Partij voor Dieren betreft is het liever vandaag dan morgen, maar ik denk dat de minister dat wel weet. Voorzitter, ik zet wel vraagtekens bij de lengte van het houtverbod. De maximale duur ligt op 10 jaar, maar wat doen we met mensen die keer op keer de fout ingaan? Wat ons betreft moet er een levenslang houtverbod opgelegd kunnen worden aan onverbeterlijke dierenbeulen. Er is net een petitie aangeboden waarbij 34.000 mensen een petitie hebben getekend voor een dergelijk levenslang houtverbod. Dus dat wil ik bij deze ook nog even melden. Voorzitter, dan kom ik bij de pakkans. Er is onvoldoende handhaving. Het is vaak onduidelijk wie het houtverbod moet controleren en wie moet ingrijpen als er iets mis is. Als de dader bijvoorbeeld de inspecteur niet wil binnenlaten om het houtverbod te controleren, kan dat niet worden afgedwongen. De politie of de opsporingsambtenaar mag niet zomaar achter de voordeur kijken. En ook ontbreekt een duidelijk registratiesysteem, zodat toezicht- en handhavingsinstanties niet op de hoogte zijn van lopende houtverboden. Hoe kijkt de minister aan tegen deze knelpunten en hoe is hij van plan om de handhaving te verbeteren? En wat vindt de minister van extra maatregelen zoals een extra chipregistratie en meer prioriteit bij het opsporen van dierenleed door NVWA en politie? Voorzitter, als laatste. Een ander knelpunt ligt in de duur van de behandeling van een zaak. Tussen het gepleegde misdrijf en het uiteindelijke vonnis ligt nu gemiddeld 13 maanden. Dat is natuurlijk veel te lang. Welke mogelijkheden zijn er voor het OM om bijvoorbeeld een tijdelijk verbod of gedragsaanwijzing op te leggen? Daarnaast staat de verdachte ook niets in de weg om in de tussentijd opnieuw dieren aan te schaffen. De Partij voor de Dieren ziet een oplossing om tussentijds een houtverbod op te leggen in afwachting van de behandeling van de zaak. En ook moet een houtverbod opgelegd kunnen worden als maatregel wanneer een verdachte ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ik wil daar ook graag een reactie van de minister op. Dank u wel, voorzitter. Ik dank u zeer. U sprak namens de Partij voor de Dieren. Ik geef het woord aan de heer.